Hi allemaal. Nou, de afgelopen dagen waren echt super warm en ik weet niet hoe het met jullie zit, maar wij zweten dan best wel een beetje. En we smeren ook elke dag wel zonnebrand op en soms ook nog wel gewoon make-up, of eigenlijk bijna altijd make-up. Ja. En dat allemaal bij elkaar, het gaat zich wel een beetje ophopen en dan krijg je toch wel veel sneller last van onzuiverheden en ontstekingen in je gezicht. En we hebben je laatst al laten zien welke cleansing producten wij gebruiken om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Maar we hebben nu ook nog iets nieuws. We hebben hier dus de Luna 2, dus dat is een reinigingsborstel. En zo ziet hij er misschien in eerste instantie niet uit, want hij heeft echt een superleuk en vrolijk kleurtje. Ik heb de Luna 2 voor de wat vettere huid en Larissa heeft de Luna 2 voor de gecombineerde huid. En je ziet het verschil een beetje in de borstel. Zo heeft hij van mij rechthoekige, een beetje vierkante borsteltjes. En die van Larissa zijn allemaal rond en echt in verschillende maat, van klein naar groot. En als je het dan ook zo voelt, voelt het ook van onderaan wat zachter. En de borsteltjes die bovenaan zitten zijn net ietsje steviger en daardoor net iets harder. Dus hierdoor kan je ook zien dat je hem dus op verschillende plekjes van je huid kan gebruiken. We zijn echt super benieuwd hoe die werkt. We hebben het nog niet eerder geprobeerd, dus dit wordt echt een first try. En we gaan eerst even onze make-up eraf halen en daarna gaan we ons gezicht diep reinigen. Nou, we zijn weer terug en we hebben alleen even onze foundation, bronzer en highlighter van ons gezicht afgehaald. En we hebben van tevoren de Luna 2 even opgeladen. Wat super makkelijk is, gebeurt gewoon met een heel simpel USB-kabeltje. Dus die kan je echt in elke adapter stoppen, wat ook heel erg chill is. En wat heel erg leuk is om te weten, is dat als je hem helemaal volledig oplaadt, dat hij dan tot 450 keer meegaat. Dus dat betekent dat je hem echt ongeveer één keer in het half jaar gewoon opnieuw hoeft op te laden. Dus dat is echt mega lang. We hebben hier allebei een kom met water staan en we gaan het maar gewoon proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ga eerst even een beetje mijn gezicht nat maken. En dan gaan we deze er gewoon even in dippen. Dat kan gewoon, want hij kan gewoon onder de douche gebruikt worden en alles. Dus dat is wel heel erg fijn, vind ik. Yes, en dan hebben we hier de Day Cleanser. Dan breng ik gewoon een beetje van op aan. Oeps. Oeh, nou een beetje, dat is wel een beetje veel, denk ik. En dan druk ik gewoon op de middelste knop om hem aan te zetten. Oeh, gaat best hard, maar hij heeft 12 standen. Dus we kunnen eventjes gaan kijken hoe hard we hem doen. Ik ga hem eerst even op deze houden. Doe hem even zacht. Wow. Het is echt alsof je je gezicht aan het masseren bent. Dat is best wel grappig. Ik ga even hier aan de onderkant ga ik hem net ietsje harder zetten. En als ik zo meteen op mijn wangen ga, dan ga ik hem toch eventjes wat zachter zetten. Omdat die vaak wat gevoeliger zijn. Nou, we voelen dus dat hij tussendoor van die pauzes neemt. Dus net als bij je elektrische tandenborstel. En dan is het dus het idee dat je dus met je wang bezig bent. En dan stopt hij even. En dan kan je switchen. En dan kan je daar weer mee bezig. Zodat je echt weet dat je niet te lang op één plek gaat zitten masseren. Dus op die manier kun je dan een beetje switchen. Ik zit even te kijken wat nou echt de aller hardste stand is. En wat is deze? En ik denk dat mijn wel heel anders voelt dan bij jou. Oeh, alles trillen. Dit is wel het aller hardste. Wow. Dus ik ben nou even klaar met reinigen. En wat ik wel heel erg chill vind, is dat ik hem gewoon helemaal onder het water kan dompelen. Dat vind ik wel heel chill. Dat hij dat hij echt waterproof is. Heel fijn. Ik kan heel makkelijk even zo met mijn vinger langs de borsteltjes gaan. En dan wordt het wel echt helemaal schoon. Ja, dan zie ik inderdaad helemaal niks meer in zitten. Dus soms heb je van die borsteltjes dat je toch nog wel ziet dat ze een beetje bruin blijven. Maar hier zie ik echt dat alles helemaal schoon is. Ik vind dat hij gewoon heel lekker in mijn hand ligt. Het voelt een beetje zo'n grab-and-go apparaat, vind ik. Weet je wel, ik heb hem echt gewoon zo vast en het is gewoon natza. Natza. En ik vind dat hij echt mega zacht is. Ik bedoel, ik hoor het wel goed omdat hij bijna in mijn oor zit. Maar ik hoor die van jou gewoon bijna niet. Nee, voor mij lijkt het net alsof je gewoon dat je hem uit hebt staan. Zo als je hem zeg maar hier hebt zitten, dan hoor je niks. Maar als je hem hier hebt, dan hoor je hem inderdaad wel. Maar dat is gewoon jezelf. Ik heb ook gemerkt dat deze borsteltjes gaan helemaal tot het randje van de Luna eigenlijk door. Waardoor ik ook echt zeg maar in dat randje hier bij je neus kan komen. Want dat zie ik altijd. Oh, dat is wel echt heel fijn. Dat ik dat een beetje oversla. Dat daar die make-up ook nog heel erg in die poriën blijft zitten. Dus ondanks dat hij zeg maar gewoon best wel rond is en niet per se hele scherpe vormen, kan ik wel echt hierin komen makkelijk. We zijn klaar met reinigen en we moeten zeggen, het voelt echt
super zacht. Alsof we echt flink hebben staan schrobben en scrubben. Maar toch voelde het niet zo, omdat deze dan weer heel zacht is of zo. Ja, want we hebben allebei wel echt van die gevoelige wangen. Dus met scrubben moeten we altijd heel erg uitkijken dat... weet je, op onze probleemgebieden kan je wel goed scrubben. Maar toch merken we dat onze wangen vaak nog wel eens gewoon het uiteindelijk toch dat niet een heel erg fijn vinden. En, maar met deze, ik heb het eigenlijk helemaal niet echt gevoeld. Maar het voelt wel echt helemaal gecleansed. Dus ik ben wel heel erg... heel erg over te spreken eigenlijk. Ik vind het ook vooral een super fijn en makkelijk ding voor deze aankomende zomerperiode. Omdat die gewoon lekker gewoon in je koffer gesmeten kan worden als het ware. Ik zou er niet mee gooien. Gewoon. In een zakje. Maar inderdaad, er komt een heel fijn mooi zakje bij. Hij is best wel compact. Dus er kan ook waarschijnlijk gaan in elke koffer. En ik vind het wel heel erg chill. En wat ons ook trouwens was opgevallen is dat hier natuurlijk niet een aparte borstel op zit. Die je dan om de zoveel keer hoeft te vervangen. Want eigenlijk zit alles gewoon helemaal in één. Wat heel erg chill is en wat er ook voor zorgt dat hij echt goed waterproof is. Maar je hoeft dus niet een borstel te vervangen, wat ook weer scheelt in de kosten. We hadden ons make-up al verwijderd en daarna hebben we de Luna 2 nog overheen gehaald. En toch kwam er nog super veel bruin water vanaf. Omdat dus nog allemaal vuil was dat vast zat. Mm-hmm. En hierna, omdat je de borsteltjes zeg maar helemaal plat kan drukken, omdat ze van siliconen gemaakt zijn, kan je hem echt heel goed schoonschrobben. En hij is nu gewoon helemaal squeaky clean. Ja, en slice ook wel gewoon echt doorheen, omdat het van dat materiaal is, denk ik. Nou, wat is ons eindoordeel over de Luna 2? Ik moet zeggen dat ik in eerste instantie een beetje sceptisch was, want ik dacht het is weer zo'n reinigingsborstel. Maar ik ben er echt best wel enthousiast over eigenlijk. Ja, ik ook. Ik zie gewoon meteen al de voordelen wel echt eraan. Wat ik namelijk heel chill vind is dat hij gewoon, je kan hem gewoon heel makkelijk zo neerzetten. Hij blijft gewoon zelfs in mijn hand staan. Waardoor ik hem zeg maar heel snel zeg maar zo wil grijpen. Ik ben echt zo'n luie donder die niet zo heel veel zin heeft om vaak echt een hele goede huidroutine te doen. Maar deze die grijp ik echt gewoon lekker vast en dan doe ik even zo mee. En aangezien ook een timer in zit, vind ik het ook wel heel erg fijn om dan te weten van oké, ik ga nu verder. En dan ben je op die manier toch wel snel klaar. Ja, en verder, ja, ik vind hem ook gewoon schattig. We hebben wel een beetje een zwak ook voor goede en leuke verpakkingen. En het kleurtje is leuk, dus het ziet er gewoon al leuk uit. En hij is waterproof en... ja, gewoon chill. Nou, als je ook geïnteresseerd bent in deze reinigingsborstel, check dan even de beschrijving, want daar staat nog meer informatie en ook een website waar je nog meer informatie kunt vinden. En dan bedank je voor het kijken. Geef deze video zeker een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En zien we je heel graag in de volgende video. Doei! Doei.